Het geheime jaar van Marco Kroon, een reconstructie. Ruim 10 jaar lang leefde Marco Kroon met een groot geheim. Tot de oorlogsheld onlangs onthulde dat hij in Afghanistan een man heeft gedood die hem daarvoor korte tijd gegijzeld hield. Verder weten we heel weinig, maar vragen zijn er genoeg. Wat was precies de missie van de drager van de militaire Willemsorde en waar was dat precies? In de Telegraaf van deze zaterdag een groot verhaal hierover van Monique Wijnands en Olof van Jolen, die een reconstructie maakten van 2007, het geheime jaar van Marco Kroon. Ja, wat wij begrijpen is dat Marco Kroon in 2007 in Kabul is geweest. Iedereen die focuste zich natuurlijk heel erg op Oeruzgan die periode, maar hij was in Kabul. Met 7 collega's, dat waren allemaal ook commando's. En waarom waren ze daar? Ze waren daar op een inlichtingenmissie. Dus dat betekende dat zij de straat op gingen om informatie te vergaren die de moeite waard kon zijn. Wij weten nu dat hij wel in een situatie zat bij die operatie dat hij alleen op pad ging. Dat deed hij ook gekleed in burger. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, dan zou het in theorie kunnen dat je ontvoerd wordt. Maar zijn collega's zeiden van, dat is heel maf. Want als wij alleen waren en je meldde je een half uurtje niet, of iemand wist niet, een half uurtje niet waar jij was, dat was groot alarm. Dan ging iedereen volle bak naar buiten om die persoon te gaan redden. Dat alarm is er nooit gekomen. Nou ja, een beetje dito het verhaal over de moord die ze hebben gepleegd. Ook dat vindt helemaal geen ondersteuning. Hè? Die kerels zeggen van, we hebben daar nooit wat over gemerkt, nooit wat over gehoord. Terwijl dat toch zou moeten opvallen als je zoiets doet. Is hij nou gegijzeld, ja of nee? Wij hebben er geen enkele aanwijzing voor gevonden. Wat wij hebben gevonden is dat hij op enig moment een ruzietje, een discussie heeft gehad bij een checkpoint. Ik kan je voorstellen, Kabul destijds, dat was nou niet bepaald een hele makkelijke stad. Hij is opgehouden bij zijn checkpoint en is toen teruggekomen bij zijn collega's. Horen we van jongens, geërgerd, geïrriteerd. Hij heeft toen gezegd van, nou, die kerel die ga ik wel eens even daarop aanspreken. Maar goed, dat is toch wel echt iets heel anders. Of als je van zo terugkomt, dan dat je gegijzeld bent geweest, dan zou je mogen verwachten, moeten verwachten van iemand met zijn statuur, dat hij gewoon zegt wat er gebeurd is. Want die informatie is niet alleen voor hem vervelend dat dat overkomt, maar het is ook informatie die heel belangrijk is voor de veiligheidssituatie van die collega's. Zij moeten weten wat er speelt, omdat degene die hem zou hebben gegijzeld, ja, die kan ook een ander wat aandoen. Dus je moet zoveel mogelijk informatie hebben om in zo'n gevaarlijke stad op dat moment veilig te kunnen werken. Wat betekent het grotere verhaal dat jullie nu hebben voor de geloofwaardigheid van Kroon? Ja, ik zou zeggen, de mensen die wij gesproken hebben maken het niet aannemelijker worden wat dat er gebeurd is. Kijk, dat is natuurlijk heel moeilijk. Er loopt nu een onderzoek van justitie. Justitie moet eerst maar eens uitmaken wat zij ervan vinden. Zo het dan misschien ooit en dan nog bij een rechter terechtkomt. Wat wij hebben zijn toch weer bouwblokjes waardoor je die puzzel, waar heel veel stukjes uit ontbrak, dat die wat meer beeld begint te krijgen.